Zijn er meer wielen in de wereld of meer deuren? Het is een vraag die het internet al een lange tijd teistert. Het begint al bij de discussie of ramen ook deuren zijn en olievaten ook onder wielen vallen. Voor een duidelijk antwoord hebben we deze vraag gesteld aan onze expert, auteur Wielemans. Hallo, ik ben auteur Wielemans en ik hou mij voornamelijk bezig met het tellen van wielen en deuren. Het wiel is uitgevonden in het vierde millennium voor Christus, lang voor er nog sprake was van een deur. Zonder maar al te veel in details te gaan, kunnen we schatten dat er ongeveer 33 miljard deuren in de wereld zijn, voornamelijk te vinden in huizen, appartementen, voertuigen, kasten en andere compartimenten daarin. Daarnaast zijn er 1,4 miljard auto's met vier wielen en een reservewiel. Deze wielen worden dan ook nog eens vaker vervangen dan de portieren. Er zijn fietsen, motorfietsen, speelgoedwagentjes, bureaustoelen, rolstoelen. Het lijstje blijft maar voortgaan. Alles wat rolt kan eigenlijk gezien worden als een wiel. In principe kan je een olievat ook als een wiel gebruiken en daar zijn er ook heel veel van. De vraag is al zo'n 37.840 keer gesteld geweest op Twitter en een discussie op Reddit heeft al 400.000 reacties uitgelokt. Het belang van deze vraag is dus niet te onderschatten. Gelukkig weten wij het antwoord al.